donderdag. Heeft u ook waterafstotende ovenschalen? Dan krijgt u een anti-aanbaklaag. Daar zit een anti-kleeflaag in. Dat is makkelijk schoonmaken. Dat is makkelijk schoonmaken. Ik heb ook wel andere. Dan krijgt u roestvrij staal of gietijzer. En dat is wel geëmailleerd. Dus dat is een beschermlaag om hem niet te laten roesten. Maar er zit geen anti-aanbaklaag in of iets dergelijks. Dit is het makkelijkst. En hoe gaat dat? Dit kunt u gewoon afwassen, sopje. Dat is het meest eenvoudig om te reinigen. Daar blijft ook niks in achter. Dank u wel. Water is nat. Bijna alles dat met water in contact komt, wordt ook nat. Bijna alles. Al lang geleden hebben wetenschappers ontdekt dat sommige materialen waterafstotend zijn. Het bekendste voorbeeld is teflon. In 1938 ontdekt door de Amerikaanse wetenschapper Roy Plunkett. Bij toeval. We kennen het nu vooral van de anti-aanbaklaag in onze braadpannen. In de 70er jaren van de vorige eeuw ontdekte professor Bartlot uit Bonn het lotus-effect. Het bladoppervlak van de lotusplant is extreem waterafstotend. Dat lotus-effect kan al kunstmatig nagemaakt worden. Maar dat is moeilijk en duur. Nou, dit is de faculteit dat een aantal jaren mijn werkplek is geweest. Mijn onderzoeksgroep is 2 jaar geleden verhuisd en het lab is ontmanteld. Maar ga toch maar eens even kijken. Waterafstotende materialen zoals teflon zijn makkelijk. Als ze in contact komen met water, glijden de waterdruppels er gewoon vanaf. Toch vond de Groninger chemicus Pieter van der Wal dat nog beter moest kunnen. En goedkoper. Hij ontwikkelde een zelfreinigende kunststofcoating die betaalbaar is en beter dan het teflon zoals wij dat kennen. Teflon heeft wel een waterafstotende natuur, maar is dan niet zelfreinigend. Een waterdruppel die op teflon ligt, die wordt wel afgestoten door het teflon. Maar die rolt er dan niet zo makkelijk af als op een zelfreinigd oppervlakte. En vuildeeltjes die blijven vaak ook nog wel op zo'n teflon oppervlak liggen. Dus wat wij hebben getracht is om door middel van structurering de teflon nog waterafstotender te maken. Zodat het de zelfreinigende eigenschappen krijgt. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ik ben op zoek naar waterafstotende jassen. Volgt u mij? Dit is een waterdicht materiaal, maar ook alle waterdichte jassen worden behandeld met een coating om ervoor te zorgen dat de buitenstof geen water op kan nemen. Dat een waterdruppel die op het jack komt er makkelijk van afloopt. En dat er geen vuil en dat soort zaken in de stof blijven zitten. Hier kan ik water op gieten en dan zul je zien dat het water niet hecht aan de stof. Dus dat die wordt afgestoten en ik kan het water ook zo weer van de stof afscheppen. Het water terug het bekertje. Dank u wel. Alsjeblieft. Om de gewone teflon nog waterafstotender te maken, ging Pieter van der Wal op zoek naar een manier om het oppervlak ruwer te maken. Door een microscoop bekeken bestaat de structuur van een lotusblad uit miljoenen kleine nopjes. Daardoor blijft er altijd lucht tussen het bladoppervlak en de waterdruppel. En blijft de druppel als het ware zweven op een luchtbed. Van der Wal probeert dat effect te benaderen. Niet met nopjes, maar met een gaatjesstructuur. Ik heb teflonbolletjes gebruikt en die gemengd met polystyreenbolletjes. Polystyreen is onder andere bekend van plastic bekertjes en van piepschuim. En door de teflonbolletjes en de polystyreenbolletjes in een bepaalde verhouding te mengen, ontstaat er een structuur waarin de polystyreenbolletjes, die groter zijn dan de teflonbolletjes, in een mooie structuur vormen. En door nu de film na het vormen te verhitten, verwijdert het polystyreen, waardoor een structuur overblijft met gaten. De coating bestaat eigenlijk uit puur teflon, omdat de polystyreen verwijderd is. Ik heb hier een filmpje. Van de meeste oppervlakken glijdt een druppel water af. Van een zelfreinigend oppervlak rolt een druppel af. In dit filmpje is eerst te zien hoe een druppel van standaard teflon afglijdt. En dit is een zelfreinigend oppervlak met een klein vuildeeltje daar. En hier rolt de druppel van het oppervlak af en neemt het vuildeeltje ook nog eens mee. Goedemiddag. Ik ben op zoek naar de meest waterafstotende verf die u heeft. We hebben hier een product. Dat is een hoogglanzende lakverf op siliconenbasis. Een van de meest waterafstotende producten. Het is een monomeer, dat wil zeggen, het hecht eigenlijk niets aan. Dus zeker vocht niet. Is het duur?
duur is een waardeoordeel. Het is een goed product waardoor je minder snel hoeft over te schilderen dan met een goedkoper product. Dus nee, duur kan je het niet noemen. Hoe duur is zo'n potje dan? Nou, om en nabij de 30 euro. Ja, er zijn heel veel toepassingen denkbaar. Onder andere keukengerei, daar kan aan worden gedacht. Onder andere ten vervanging of een verbetering van de bekende anti-aanbaklaag. Zouden kunnen denken aan badkamers. Om het probleem van schimmelvorming tegen te gaan. Dus de badkamertegels zijn direct weer droog na douchen. Andere toepassingen, ja, dat zouden buitendeurse toepassingen kunnen zijn. Onder andere het coaten van gebouwen, dat die niet meer hoeven worden schoongemaakt. Auto's, dat zou heel mooi zijn ook. Wanneer is het zover? Daar zal nog het nodige, de nodige tijd overheen gaan. Maar ik denk wel dat de eerste specialistische toepassingen in de komende jaren al op de markt zullen verschijnen. Ja.